Kijk, nou ben ik helemaal alleen in beeld. En dat heeft er alles mee te maken dat we zo meteen live gaan, maar dat voor onze grote man achter de schermen en zo meteen op het scherm, Evert van Raceport, natuurlijk toch nog even wat technisch gedoe is. Er moet wat geschoven worden. Maar wat ik al wel kan verklappen is dat we zo meteen gaan praten met de grote baas van het TT-circuit, Peter Oosterbaan. Gaan we praten over wat minder leuke dingen, namelijk het afgelasten van de TT. En we willen weten hoe het gaat met de World Superbikes. Maar we gaan het ook over veel leukere dingen hebben, over circuitrijden, over asfalt, over alle leuke dingen die met racemotoren te maken hebben. Daarna gaan we schakelen met Jurgen van der Goorberg. Tenminste, als dat gaat lukken, want Jurgen is en blijft natuurlijk een coureur. Nou, we weten hoe dat gaat ondertussen. We hebben in de afgelopen weken al wel geleerd dat op de een of andere manier coureurs en onze livestream niet altijd een even gelukkige combinatie zijn qua techniek. Tot die tijd dus even, ja, het belangrijkste nieuws van de laatste tijd is helaas dan toch wel dat de Grand Prix van Duitsland, Nederland en Finland officieel afgelast zijn en ook niet meer terugkomen. We gaan straks aan Peter Oosterbaan vragen hoe dat soort dingen gelopen zijn. Maar het is nu dus gewoon echt officieel. Het zat er al heel lang aan te komen. We mochten in Nederland geen grote evenementen meer doen tot begin september. Maar we hoopten met z'n allen toch nog op doorschuiven. Maar uiteindelijk hebben ze bij doornaam besloten dat het ergens moet ophouden. En helaas voor ons in Nederland en ook in Duitsland en vooral Finland, fonkelnieuw circuit, de Kimi Ring daar, is het dus gewoon over en sluiten. Op het vlak van World Superbikes is het nog wat stiller. Maar daar kunnen we in de komende dagen eigenlijk ook wel verwachten dat we daar ja, toch dingen gaan zien en horen dat dat gaat veranderen allemaal. En dat de kalender daar natuurlijk ook gewoon niet afgewerkt gaat worden zoals dat is. Zoals dat overigens ook geldt voor MXGP en veel meer zaken. Positieve nieuws is misschien wel dat er al wel activiteiten aangekondigd zijn op het TT-circuit. Nou ja, laten we hopen dat dat dan allemaal voor elkaar komt. Soms denk je wel van, ja, weet je wat, als we nou maar gewoon die datum neerzetten, dan zien we wel hoe het loopt. En dan zie je dan toch vaak een opbouw van mensen die dan zeggen, ja, ik wil nu per se weten hoe het zit. En dat heeft ook heel vaak met verzekering te maken, met geld te maken. Pas als iets officieel afgelast wordt door een extern iets, bijvoorbeeld de overheid of bijvoorbeeld Dorna, dan ligt het risico ergens anders. Ik zie Evert ondertussen weer. Ik weet niet of Evert ook te horen is. Ja, ik ben er weer. Goedenavond, Ivan. Goedenavond, luisteraars, kijkers. Welkom weer bij deze live chat. Dus we zijn online, Ivan. Ja, nou, ik had net al even een beetje aangekondigd wat we gingen doen. En dat jij naast, zeg maar, de grote man van de Racerij Nederland op dit moment ook onze technicus bent. Dus dat je ze nu en dan even wat andere dingen zal moeten doen. Ja, ik zei net al even, we hebben toch wel wat nadere dingen te bespreken, maar ook wel weer leukere dingen rondom het TT-circuit. Ja, ik zelf vind het leukste dan toch het nieuwe asfalt, maar dan gaan we straks aan Peter vragen. Evert, jij weet dat soort dingen natuurlijk heel erg goed. Straks nieuw asfalt op het TT-circuit. Zouden we dan ook gewoon nieuwe lap records gaan zien? Ja, dat is nog even de vraag natuurlijk. Kijk, nieuw asfalt wil niet gelijk zeggen dat het ook sneller is, hè. Kijk, je hebt er ook een aantal coureurs al naar gevraagd. Kijk, en het asfalt, dat is natuurlijk teer. Er komt wat olie, vettigheid naar boven in het begin. Dus ja, het is gewoon even afwachten. Maar ik heb wel begrepen dat het zo glad is als een biljartlaken. Dus daar zal het niet aan liggen. Alleen ja, het is op dit moment nog aardig rustig op het TT-circuit. En ja, ik ben blij dat we kunnen zeggen dat we directeur Peter Oosterbaan bereid hebben gevonden om met ons vanavond te praten over toch het grote nieuws wat er afgelopen week kenbaar gemaakt werd. Dat het de 9e TT uitgesteld moet worden tot volgend jaar en dat die niet wordt verreden op de gebruikelijke laatste weekend van juni dit jaar. En ik zou willen zeggen, we gaan meneer Oosterbaan erbij halen en dan we gaan het hem zelf eens vragen, Ivan. Dat lijkt me een goed idee, vooral ook omdat jij degene bent die dat technisch moet gaan organiseren. Ik schuif dan meestal, oh, dan mag ik deze keer mag ik boven. Meestal is Evert
boven. Goedenavond, ja. Meneer Oosterbaan. Ik hoop dat we Peter mogen zeggen vanaf hier. Ja, welkom alsjeblieft, in, Peter. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de Racesport Live Chat. Peter. Ja, het was even een beetje een lastig begin, maar we zijn live. En ja, leuk en hartstikke leuk dat u mee wilde werken aan deze live chat. En ja, een directeur op het TT-circuit, waar rond deze tijd van het jaar geen actie is. Dat moet wel een heel apart gevoel zijn. Ja, we hebben leukere periodes in onze carrière gekend, maar ik denk dat dat ook voor ons allemaal geldt. Wat je natuurlijk met een bedrijf als dit hebt, ja, je wordt vol in het hart getroffen. Ja, eigenlijk hebben we nog praktisch het hele seizoen niks gedaan. En dat is onwezenlijk, dat is onwerkelijk. Het is hier ook echt ongelooflijk stil. En ja, je voelt je bij tijd en wijle ook gewoon wel wat verloren. We hadden alles gewoon prachtig voor elkaar, ook met het team. In de winter gewoon prachtige voorbereidingen gedaan. Veel aan het circuit gebeurt ook nog deze winter. Zowel voor de sport als voor het publiek. En je hebt er zin in. En ja, en dan gebeurt er zoiets. Maar ja, de hele wereld is eigenlijk natuurlijk overvallen. Hè? Dit hadden we natuurlijk 3 maanden geleden met elkaar niet kunnen bedenken. Maar nogmaals, zo'n circuit, internationale topsport natuurlijk, wordt wel heel hard getroffen. Ja, 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 ja. Nu is het stil op het TT-circuit, maar jullie waren al sinds de dag na afloop van vorig jaar zijn jullie met zo'n voorbereiding op het TT bezig. En stokt dat dan in één keer? Of zijn jullie daar al mee gestopt sinds het circuit dicht is? Of was het ook voor jullie eigenlijk een verrassing dat ook de vervangende datum van de TT niet door kan gaan dit jaar? Nou, dat vind ik een goede vraag. Onze policy is dat we met alles doorgaan tot het moment dat je echt zeker weet dat het over is. Ja, ja, ja. Dus dat kan ook bijna niet anders, want het is zo'n ongelooflijk groot evenement. Hè? Stel dat de optie dat allemaal wel gekund had en je raakt achterop. Ja, dat is een afbreukrisico wat dat evenement niet kan hebben. Dus wijs van spreken, toen het echt definitief was van het is dit jaar over, dan gaan we als team bij elkaar zitten. Het was in dit geval dan ook nog telefonisch vanuit huis. En toen hebben we onze checklist, we hebben een heel ingewikkeld groot draaiboek, wat we in de loop van de jaren, in de loop van het jaar eigenlijk opbouwen, zijn we eigenlijk af gaan pellen. Met de kerstboom eigenlijk af te tuigen in plaats van op te tuigen. Ja. Dat heb ik, ik doe dit nou 18 jaar, nog nooit in mijn leven meegemaakt. En dat was toch ook wel een hele trieste ervaring. Dat alles wat je in al die maanden voor elkaar hebt gekregen, in een startblok hebt staan, dat je het allemaal moet ontmantelen. Voor het hoofdtechnische dienst, als je ziet dat die dan uiteindelijk heeft moeten annuleren van toeleveranciers, van verenigingen voor de schoonmaak, cateringzaken, de gekste details. Ja, alles moet afgemeld worden in overleg. Wat we wel merken is ongelooflijk veel begrip. Iedereen vindt het jammer. Maar voor onze fans en zo, iedereen steekt ons een hart onder de riem. We hebben wel heel veel steun aan iedereen. Je merkt dat die TT in ieders hart zit. Dat doet je dan wel heel veel goed. Maar het is een hele nare week op deze manier. Ja, ja, ja. Ja. Maar misschien een hele rare vraag. Hoe loopt zo'n traject? Jullie hebben daar heel veel contact mee met Dorna. Maar ja, bellen jullie over en weer? Of hoe moet ik dat zien, zeg maar, hoe zo'n traject verloopt en dat er een beslissing komt? Wie hakt dan een knoop door? Geen vervangende datum? Ja, er zijn de contacten met Dorna is op verschillende levels vanuit verschillende vakgebieden. Maar een beslissing als deze, dat wordt tussen Carmelo Espeleta en onze voorzitter van de stichting Arjan Bos gedaan. Ja. En die kunnen goed met elkaar, die hebben ook regelmatig contact, telefonisch en houden wederzijds de vinger aan de pols. Op dat level
wordt besloten van we slaan dit jaar over samen met die andere twee Grand Prix. Ja, ja. Maar, en nu hoorde, zeg maar, de Dorna is voornemens om eind juli te starten met het kampioenschap. Wedstrijden zonder publiek. En nou hoorde ik gisteravond in een interview Dorna CEO Espoleta zeggen van ja, het was moeilijk om in Assen, zeg maar, een Grand Prix te organiseren zonder publiek. Nou, ja, ik, zoals ik het tegenaan kijk, is voor Dorna heel belangrijk geweest dat ze niet allerlei Grand Prix door elkaar wouden gaan husselen. En als het ware een compleet nieuw schema wou maken met alle afbreukrisico's van dien. En Dorna heeft gewoon gezegd, dan is het waarschijnlijk toch handiger om op een bepaald tijdstip, dat is dan juli, hè, of augustus, in te steken en vanaf dat moment de kalender naar het eind toe af te werken. Anders zou je allerlei ruilingen moeten krijgen met al uitgestelde of andere afgelaste Grand Prix. En dat zou een heel ingewikkeld verhaal worden. Dus wat dat betreft is het nou wat overzichtelijker en wat strakker. Ik denk in Nederland zonder publiek, ja, in feite praat je dan bijna meer over een tv-productie dan bijvoorbeeld over een TT met sfeer. Niemand weet hoe de regelgeving na 1 september van de RIVM op dat moment er natuurlijk uitziet. Op papier had het nu gekund, of het na 1 september dan ook echt gerealiseerd had kunnen worden, dat weten we gewoon niet. Maar dat weet je natuurlijk bij andere Europese landen ook niet echt zeker. Niemand kan voorspellen hoe het gaat, allemaal zo snel, hoe het precies gaat lopen. Maar zal ik er tegenaan kijk, heeft Dorna gezegd van we steken op dit moment de kalender in en dan gaan we gewoon helemaal naar het eind werken. En dat geeft eigenlijk de meeste rust. En die keuze kan ik eerlijk gezegd wel billijken. Hoewel ik het wel heel erg jammer vind dat we natuurlijk uitgerekend onze jubileumeditie, want er hing toch wel een extra lading aan. Het zou de 90ste geweest zijn. Elk jaar eentje, behalve 5 oorlogsjaren. Ja, dat is natuurlijk toch wel ongelooflijk triest dat uitgerekend die 90ste dan niet kan. Ja, zou ik even doorvragen, meneer Oosterbaan? We hebben het nu vooral over de zakelijke dingen, maar ja, Peter, hadden we afgesproken, heeft u gelijk in. We hebben het vooral over de zakelijke dingen, maar ik kan me voorstellen dat u persoonlijk ook op een gegeven moment ergens te klap gekomen moet zijn. Ik weet dat er World Superbike posters gedrukt zijn. Ik kan me voorstellen dat als die dan uit het busje komen, dat het u misschien persoonlijk emotioneel ook ergens even te kwaad is geworden. Ja, het zijn rotmomenten en dan moet je wel eens even slikken. Aan de andere kant, ja, we moeten ook verder. Het team moet verder. Ja, en is het toch even de kop de voor, zoals ze dat dan in het noorden zetten. We moeten ook door. Maar het is een moeilijk en ook bizar jaar. En veel teleurstelling, bijvoorbeeld ook onze vrijwilligers. Ja, mensen kunnen gewoon hun hobby niet oppakken. We hebben per jaar 100 aspiranten. Die moet ik in de praktijk opleiden. Ik heb geen praktijksituaties waarin ik ze kan opleiden. Nou, wat we nu doen is ook gewoon via deze methode, gewoon streaming, hebben we gewoon cursusmateriaal verzameld. En elke week krijgen ze als het ware een soort webinar, heet dat tegenwoordig, van een uur. Om ze toch, ja, de beginselen bij te brengen. Maar ze hebben nog niet een minuut langs de baan gestaan. Dus je hebt het er ook wel een hoop zorgen van jongens, van als dit voorbij is, het bedrijf moet daarna ook wel weer doordraaien. Welke kant gaat dit allemaal op? Aan de andere kant moeten we ook wel vertrouwen houden dat we dit eigenlijk als mensheid gaan overwinnen. En dat we weer gewoon verder kunnen straks, hopelijk met een normaal leven. Ja, nu kwam natuurlijk afgelopen week dat nieuws. Maar het goede nieuws was, en we hebben daar ook als raceport zijnde heel veel goede reacties op gehad, dat de kaarten en de tickets, de gekochte toegangstickets voor, die zijn ook gewoon volgend jaar geldig. Dat is natuurlijk een prachtig gebaar, maar het niet doorgaan van deze editie dit jaar, dat moet toch ook een hele financiële klap zijn voor het TT-circuit. Ja,
Dit is een enorme strop. Enerzijds de TT en anderzijds heb je verder ook helemaal geen activiteiten. Hè? Er is dus eigenlijk sinds half maart nog geen meter gereden. Nou, dat gaat om miljoenen. Ja, dat is niet anders. Waar het natuurlijk wel om gaat is de continuïteit van dit bedrijf. Wij zijn altijd wel zuinig geweest. We hebben onze reserves. Daar gaan we een hele grote greep in doen om de continuïteit te waarborgen. Maar we kunnen dit wel aan. Nou, dat klinkt goed, heel goed. Maar niet alleen het TT-circuit. Ik heb vandaag eens even wat rondgekeken. Maar ook de ondernemers, de gemeente Assen, de horeca. Dit is gewoon een hele grote financiële strop, ook voor deze mensen. Ja, het circuit heeft een enorme economische impact, hè, op Assen en op de omgeving. En ja, dit gaat dus ook in de omgeving. Dit gaat klappen geven. Campings, hotels, toeleveranciers, TT-festival volledig geannuleerd. Voor de cafés, het is het hoogtepunt. Die week is het hoogtepunt van Assen voor het hele jaar. Ja. En dat kun je eigenlijk natuurlijk omdat we zo gewend zijn elk jaar die TT, onafgebroken vanaf 1946. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen dat je dan een jaar gewoon overslaat. Als je naar de cijfers kijkt, dit circuit genereert voor de omgeving 100 miljoen euro spin-off. Dat is ook dezelfde reden waarom overal in de wereld in no-tempo circuits gebouwd worden. Ieder opkomende economie die op die wereldkaart gezet wil worden, die bouwt een circuit. Dus ja, valt zoiets weg, dan krijg je daar een tik van. En we vinden wat dat betreft heel erg jammer dat Assen gaat hier echt dit jaar heel veel last van krijgen. Nou, en nu zijn zeg maar de grote publieksevenementen of de evenementen waar een vergunning voor nodig is tot 1 september in Nederland verboden. Of niet toegestaan. Maar gebeurt er nu tot 1 september helemaal niets op het circuit? Of kunnen jullie toch al eerder weer wat beginnen met wat andere activiteiten? Momenteel ligt de zaak stil. Waar wij nou op hopen is 13 mei is er weer een persconferentie. En er worden weer de nieuwe maatregelen aangekondigd. Hè. Die zouden dan 20 mei of 1 juni in kunnen gaan. Nou, er komt versoepeling aan. Dat ligt toch wel een beetje in de lijn van de verwachting. Publieksevenementen, dat is tot 1 september uitgesloten. Waar we op mikken, is dat de breedte sport, bijvoorbeeld de CRT-organisatie, dat die weer kan gaan rijden per 1 juni met hele strakke protocollen. Die protocollen die worden ongelooflijk belangrijk. Elke bedrijfstak moet zijn eigen protocollen maken. Wij zijn met die protocollen een heel eind. Daar helpt de KNMV ons fantastisch mee. En ja, overal wordt die 1,5 meter ingebouwd. Tot in de kleinste details. En we hebben natuurlijk wel als voordeel, als je één keer op de baan bent, het is geen contactsport. Nee, dat is goed te regelen. En het zou ongelooflijk mooi zijn als we 1 juni weer in de basis, met de basismotorracen kunnen beginnen. En dan draait het bedrijf ook weer. Dan hebben de vrijwilligers een hobby terug. Dan kunnen we aspiranten weer gaan opleiden. Dan is het team op het kantoor kan weer operationeel worden. En er komt ook weer wat centjes binnen. Waar we het uiteindelijk ook van moeten hebben. Nou, en of dat wel of niet gaat lukken, dat hangt dus heel erg af van die 13 of van die 20 mei. Op die versoepeling die dan intreedt. Of wij die zo kunnen interpreteren dat wij in die basis weer kunnen gaan werken. Dus wat dat betreft zitten we dan wel eventjes met de klamme handen voor de tv.
Nou goed, dan gaan we tot slot naar de laatste vraag. En dat is misschien wel goed nieuws, want per 1 september, zoals het goed is, er weer meer vrijheid komen en ook de wat grotere evenementen. En er staan toch een aantal leuke evenementen in september op het programma in Assen. Hoe kijkt u daar tegenaan? Kunnen die zonder meer verreden worden? Ik zie een Gamma Racing Day die op 27, een British Superbike, een DTM autorace. Hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, het is echt een prachtmaand wat er nu allemaal in geprogrammeerd staat. Dat programmeren we natuurlijk met de intentie het ook te kunnen uitvoeren. Ja. En dan kunnen we ook nog een mooi stukje van het seizoen inhalen. Ook bijvoorbeeld Gamma Resident, een schitterend evenement. British Superbike is qua sfeer en zo echt onovertroffen. Ik heb gisteren ook voor RTV Drenthe gezegd. Ik geloof daar wel in, want je moet altijd blijven geloven. Hè? Aan de andere kant moet je ook realistisch zijn. Ik kan geen garantie geven dat 1 september publieksevenementen weer mogelijk zijn. Dat zal van de ontwikkelingen afhangen in de Nederlandse samenleving, in de Europese samenleving, hoe dat virus zich ontwikkelt. Overheden zullen een bepaald tempo van versoepeling gaan nemen. Ik heb wel goede hoop, het zou natuurlijk fantastisch zijn, dat we dan weer helemaal volop kunnen draaien. 100% garantie ga ik niet geven, maar het is net als bij de TT. We gaan net zo lang door met voorbereiden en ons daarop instellen, tot we horen dat het niet kan. Nou, dat sluiten we positief af. Mag ik u heel hartelijk danken voor uw tijd, voor deze uiteenzetting van alle problemen die er zijn en de mogelijkheden die er waarschijnlijk aankomen. Wij gaan met deze uitzending nog een half uurtje door. Wij hebben straks Jurgen van der Goolberg, ook veelvoudige deelnemer aan de TT ex-MotoGP coureur. Meneer Oosterbaan, vriendelijk bedankt. En wie weet zien we elkaar heel snel weer op het TT-circuit in Assen. Heel graag gedaan en jullie alle twee. Heel veel succes met jullie mooie werk. Dank u wel. Tot ziens. Zo, nou dat vond ik toch best een positief verhaal, Evert. Ja, ik moet eerlijk zeggen van blij om te horen dat er toch TT-circuit zo daarmee bezig is. En samen met de KNV er toch alles aan doet om dit jaar nog wat van het seizoen te kunnen maken. Dus ik denk heel positief. Ja, ik hoop vooral op die OW-cup van het CRT begin juni. Dat is een beetje de lakmoesproef denk ik toch wel. Dat is al heel kort nadat het dan zou mogen gaan gebeuren. Laten we echt hopen dat dat gewoon 6, 7, 8 juni of zo is dat uit mijn hoofd, 7, 8, 9, dat de club van Henny Lentink, dat die daar toestemming voor krijgt. Dat zou echt fantastisch zijn. Ik denk dat we alle motorsportliefhebbers met extra belangstelling naar de persconferentie van 12, 13 mei kijken. En ik denk dat daar heel veel duidelijk wordt. En ik vind het ook spannend. Ik vind het eigenlijk best nog wel een beetje onwerkelijk nu. Juni weer gaan racen, maar het zou inderdaad fantastisch zijn. Ja, ik mag dan alleen niet gaan kijken, heb ik gehoord. Dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Maar jij kunt ook een camera ophangen. Nou, ik heb wel eens gesleuteld, maar dat is eigenlijk elke keer heel erg slecht afgelopen. Dus dat is uiteindelijk beter van niet, moet ik wel zeggen. Ja. Ivan, ik schuif jou even alleen in beeld. Ik zal even mijn oortjes verwisselen, want ik krijg een aantal keren dat mijn geluid wat slechter is. En ik zal even Jurgen bellen, want die heeft wat problemen met de verbinding. Dus als jij even de honneurs waar kunt nemen, dan gaan we dat eerst even ringen. Dat hadden we voorspeld. Hè? Dus dat, is goed. Komt u maar. Kijk, nou hier. Wat natuurlijk wel een beetje zo is, is we hebben het over het nieuwe asfalt niet heel erg lang gehad op het TT-circuit. Het grappige is wel dat niet alleen het TT-circuit in Assen nieuw asfalt heeft, want ook Zandvoort heeft nieuw asfalt. Ik vind Zandvoort persoonlijk geen echt motorcircuit en ik gok dat heel veel mensen gaan roepen dat je dan een watje bent en dat is misschien ook wel zo.
Maar ik weet dat er wel met motoren gereden wordt en nogal flink ook. Dus wat dat dan gaat, is het mooi dat daar nieuw asfalt ligt. En eigenlijk geldt voor zolder wat mij betreft exact hetzelfde. Daar hebben ze flink wat aanpassingen gedaan. En dat heeft heel veel geld gekost. Daar hebben ze heel zwaar geïnvesteerd. En daar ligt ook fonkelnieuw asfalt. Ja, ook daarvoor geldt dat het niet helemaal in mijn ogen nog steeds een echt motorcircuit is. Vooral qua veiligheid is dat een beetje. Daar hebben ze niets aan veranderd. Dat is ook wel een beetje misschien Belgische humor geweest. Daarna gevraagd of er wat met de muren gebeurd was. Zeiden ze, ja, die zijn verstevigd. Dus dat is dan toch alweer een beetje grappig. Maar uiteindelijk is dit gewoon alles bij elkaar goed nieuws. Want het betekent gewoon dat het in de circuits tot nu toe niet slecht ging. Dat er geld is om asfalt te leggen. En ik heb me laten vertellen dat asfalt echt belachelijke bedragen heeft. Dat daar iets van, 20.000 euro per vierkante meter of zo. Dat het dat soort dingen zijn. Dus dat is wel echt fantastisch. Het zijn kleine dingen die je dan toch een beetje moet oppikken in deze tijd. Dat het toch wel zo is dat de kosten gemaakt kunnen worden. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Als je de kosten niet meer kan maken om je circuits te betalen, dan denk ik dat je heel erg slecht af bent. En asfalt, nieuw asfalt dus op Assen, Zandvoort en Zolder. Dus wat dat dan gaat is niet verkeerd. Stel dat je nou echt per se wil motorrijden, dan kan je overigens vanaf afgelopen donderdag naar de Nürburgring. Ja, dan over veiligheid gesproken. Ondertussen zie ik daar in beeld Jurgen van der Goorberg. Dus hij heeft het aan de praat weten te krijgen. Dat is op zich al supergoed nieuws. Kunnen we je ook horen, Jurgen? Ik hoop het wel. Ik hoor jullie luid en duidelijk. Dus kijk. Bij deze. Tof, man. Even te horen we ook. Ja, nog. Prima hoor. Dus ga jullie gang. Ik ga even een paar vragen noteren. Dus kom ik zo weer met de vragen hier wel. Jurgen, ik wou je toch even vragen om jezelf voor te stellen. En ik weet dat dat belachelijk is. Maar ik gok dat dat je al eerder gebeurd is als je vader bent van een racende tiener. Er zullen absoluut jochies gevraagd hebben, ja, maar wie is die man dan? Is dat al gebeurd? Ja, zeker. Zeker van de leeftijdscategorie van Zonta. Herkennen ze Zonta veel eerder dan dat ze eigenlijk mij herkennen. Als ze dan zeggen, ja, maar zijn vader heeft ook altijd gereisd. Dan is het meer de papa van dat jongetje dat dan naar mij toe komt. Zeg maar, ja, hij heeft echt heel, heel hoog niveau gereisd. En dan krijg je dat soort gesprekken. Dus dat is wel erg leuk. Maar de jongere garde, zeg maar, onder de, nou laten we zeggen, 20. Ja, die weet natuurlijk niet direct wie Jurgen van der Goorberg is. Nee, nou stel nou dat je jezelf nu zou moeten voorstellen aan al die onder de 20-jarigen. Hoe zou je dat dan doen? Ja, een ex-prof coureur geweest voor zo'n beetje, denk ik, 15 tot 20 jaar lang. In de hedendaagse MotoGP 500cc, zoals het vroeger heette. 250cc, wat nou Moto2 is. Het Moto3-verhaal heb ik nooit gedaan. Ik ben actief geweest in het WK Supersport 600. Twee keer derde geworden in het wereldkampioenschap. Ja, en verschillende leuke resultaten behaald. Zeker in de 500cc-tijd. Dus altijd wel een top 10 coureur geweest. Maar niet die ene uitschieter die ik zeg van, Oké, ik ben geen Valentino Rossi of Max Biaggi geweest. Dat niet. Nee, maar je vergeet volgens mij gewoon nog de helft. Je hebt ook superbikeswedstrijden gedaan. Je rijdt de Dakar al jaren. Dus wat dat dan gaat. Ik denk dat de meesten mij misschien wel eerlijk gezegd kennen van de Dakar. Dus daar ben ik natuurlijk al 11 edities in aanwezig. En dat is eigenlijk geboren na mijn Grand Prix carrière. Dat ik heb gezegd, ik zocht een nieuwe uitdaging. En dat zou bij één Dakar zijn geweest. Nou ja, inmiddels zijn er al 11 geweest. En toen alle disciplines al eens wat gedaan. Maar een heel interessant spelletje. En daar zullen we een heel aantal van mij nog wel herkennen van de jeugd. Ja, misschien kan je wat vertellen over je gezin, over je werk. Dat soort dingen voor mensen die nogmaals jou niet kennen. Ja, nou ja, oké. Druk papa zijnde. Twee kindjes eigenlijk. Zeker in het geval van Zonta. Ja, een heel druk bestaan, want normaal gesproken, ja, zonder deze coronatijd hadden wij ook natuurlijk al lang weer in Spanje gezeten. En proberen wij het Spaans kampioenschap te rijden, dat noemen ze de European Talent Cup. En daarnaast is Zonta een van de rijders van de Red Bull Rookies Cup. En die zou dat dit jaar niet worden verreden in Assen, maar
desalniettemin is het als je daarvoor in aanmerking komt, behoor je wel tot de top 20 grootste talenten ter wereld, zeg maar. En in Zonta heb ik gewoon bijna een dagtaak. Op het moment is dat helaas natuurlijk een stukje minder. Dus op het moment ben ik ook gewoon als ZZP'er hier en daar uiteraard aan het werk. En kan ik je geruststellen dat we eigenlijk vanaf morgen een beetje de circuits weer op gaan zoeken zelfs. Dus we mogen ook weer de jeugd. Ja. Ja, de jeugd mag natuurlijk weer gaan trainen. Alleen waar begin je dan? Ja, nou ja, kijk, er is aanstaande zondag toevallig op de junior track, georganiseerd door Barry Veneman, de talentencoach. En daarnaast kunnen we nog op andere kleine kartbanen, toevallig willen we morgen dan eigenlijk in Emmen gaan rijden. Ja, kunnen we met een supermotor kunnen we in ieder geval aan de gang. En we hebben ook nog een klein soort motorfietsjes staan. En de planning is zelfs om volgende week misschien op Lelystad al met een Moto 3 op te gaan trainen. We kunnen zelfs een klein voorsprongetje pakken, zeg maar, op onze concurrenten, de Spanjaarden, de Italianen, noem maar op. Die mogen nog niks doen en wij gaan gewoon aan de gang. Dus iedere kilometer die er gereden wordt, is nu meegenomen. Ja, je noemt nog even gauw wat motorfietsjes. Jullie hebben die GRC, hebben jullie die nog? Dat racemotortje, ja, die kleine? Ja. En een Moto 3? Motorfietsje, ja. En de Moto 3 fiets dan eigenlijk, dat is het belangrijkste eigenlijk. In het geval van de Red Bull Rookies Cup rijden we natuurlijk met de KTM. In het geval van European Talent Cup is ook allemaal identiek materiaal, maar dan rijden we met een Honda. Ja, het zijn wel 250 cc viertakt 1-cylinder motoren, zoals ook in het Moto 3 wereldkampioenschap wordt verreden. Ze zijn wat goedkoper, ze hebben wat minder pk's, maar desalniettemin gaan deze jongens met dezelfde type banden ook rond. Dus het gaat echt bijzonder hard. En in Spanje spreekt men van zeg maar de categorie 12 tot en met 16 jaar. En dan moeten ze doorgaan groeien naar een hoger niveau. En dan krijg je nog een junior klasse tussendoor. En daarna is het ook eigenlijk Moto 3 al aan de beurt. Dus we liggen een jaartje. Heb jij nou nooit het idee dat alles weer overnieuw begonnen is? Toen mijn zoon ging racen had ik dat wel een beetje. Dat ik dacht, hé, daar zitten we weer in het busje. En dan gaan we weer naar weet ik veel welk circuit. En dan gaan we weer motortjes regelen en laarzen passen en weet ik veel. Heb jij dat gevoel nou ook niet? Ja, dat klopt precies. Ja, ik ben er echt een tijd lang uit geweest en dat viel me ook heerlijk gezegd even prima. En tegenovergestelde nu weer dat je er nu weer in zit, vind ik ook helemaal prima. Maar ja, het is veel stressvoller dan dat je zelf aan het rijden was. Je bent nu echt ook een. Ik ben monteur, regulateur. Ik zoek sponsoren, manager. Ik manage van alles. Dus dat een heel team om Zonta heen. Zijn zus helpt hem met huiswerk. Zijn moeder helpt hem met school. Met de trainingen. Daar komt echt heel veel bij kijken. We hebben gewoon personal trainers ook. En ik begeleid hem samen met mijn broer Patrick. En zijn zoon Tijger. Rondom op de circuits in Spanje en dergelijke. Dus, ja, er komt heel veel bij kijken om een jongen op topniveau aan het rijden te krijgen. En er zijn een heel aantal sponsoren mee gemoeid ook. En wij mogen echt zeer ons handjes knijpen dat we een heel select groepje om ons heen weten hebben te vergaren. Die ook in Zonta geloven. En het plan is om in de Moto 3 ooit terecht zien te krijgen. En dan natuurlijk door te groeien. Ivan, zullen we er eens een paar vragen in gooien? Ja, ik wou nog één ding even vragen. Ik ken Patrick natuurlijk redelijk goed. Van het werk bij Eurosport. Ik heb wel eens het idee dat zeg maar, het een beetje zo is dat jij zeg maar, de vader bent. De lieve vent en een arm om het jochie heen. En dat Patrick een beetje te streng is van nou moet je eens een beetje gaan rijden en schop onder je kont. Klopt dat ook of is dat een vertekend beeld? Dat was nog wel 2 jaar geleden een beetje. Maar inmiddels krijg je van ons alle twee af en toe wel eens een standje. Maar hij weet zelf ook donders goed dat als het niet goed gaat en hij doet niet zijn best. Dan weet hij het eigenlijk zelf ook al wel. Dan hoef je hem eigenlijk nog niet eens te vertellen. Maar we moeten hem bijna nog steeds eigenlijk eerder afremmen dan dat we hem eigenlijk op moeten peppen. Als hij helemaal op zijn motorfiets zit en met zijn helm dicht, dan moeten we hem soms wel eens instrueren. Denk ook iets meer na, denk ook iets meer aan je acties. En er komen nog meerdere jaren aan. En het is een heel agressieve coureur en die vliegt er wel echt in. Ja, ik spreek hem ook nog wel eens, Ivan, na een Red Bull Rookies Cup race. Maar dan is de jong knapie, maar de stoom komt uit zijn oren. Dus aan het fanatieke, daar ligt het niet aan. Goede hout gesneden. Zullen we er een paar vragen in gooien? Ja, zeker. Ik zeg doen. Ja, nou, een vraag is van hoe kijk je terug op je pol in Brno op de MUZ? En volgens de meneer die dat vraagt, was er iets te doen met je achterwiel?
Nou ja, dat was een hele speciale tijd geweest. We reden een 99 in de 500 cc-klasse. Ja, met een vrij onbekend merk. De motor werd weliswaar in Zwitserland helemaal gebouwd door een Zwitsers team. Met Rolf Bieland. Nou, dat was de voorheen wereldkampioen in de zijspannen. Maar een zeer goed manager ook. En die hadden een motorfiets ontwikkeld. En daar was de naam MUZ aangegeven, omdat dat de sponsor was. En ik zat in een team samen met Luca Cadalora. Nou, ook niet de eerste, de beste op dat moment. Dat was een ex-wereldkampioen 250 cc. En een Grand Prix winnaar in de 500 cc. En wij moesten die motorfiets naar een hoger plan ontwikkelen. En ja, dat ging moeizaam, maar gestaag gingen we steeds meer vooruit. En ja, op een gegeven moment kwamen we dan eigenlijk... De eerste pole position was eigenlijk niet in Brno, maar was in Catalunya, in Barcelona. En die kwam vrij verrassend eigenlijk uit de hoek zetten. En de motorfiets had veel vermogen, maar was moeilijk te temmen. Dus we konden met nieuwe banden, konden we 2-3 rondjes erg hard gaan. Maar daarna nam de tempo ook behoorlijk af. En dat was dan helemaal inherent aan wat deze motorfiets zoals die gebouwd was. Heel veel piekvermogen, maar slecht rijbaar. En ik wist eigenlijk het maximale eruit te halen met nieuwe banden. En we hadden als klein proefje hadden we gewoon in de kwalificaties had ik samen met Patrick besloten om met smallere velgen te rijden. Zou je zeggen, smallere velgen is minder grip. Maar je kreeg de motorfiets veel sneller van links naar rechts. En de grip was toch wel voor 2-3 ronden super. Dus in dat geval dacht ik, nou ja, als we nou smallere velgen monteren. En wij waren eigenlijk de enige die dat voor mij deden. Ja, konden we gewoon een paar tienden hier en daar winnen. En zodoende heb ik eigenlijk 2 pole positions naar binnen weten te slepen. Daarnaast ook wel een leuke race resultaat. Maar we wisten dat we na 10 ronden waren we eigenlijk gezien. Ja, ja, ja. Maar hoe was die tijd? Dat is een andere vraag bij dat MUZ-team. Dat was één groot avontuur, als je er zo op terugkijkt, toch? Ja, dat kun je wel stellen. Het was ook een sprong in het diepe. Ik moet zeggen, ja, ik kreeg dat aangeboden. Ik reed voorheen op een Honda V2, een privé-motorfiets. En ja, op een gegeven moment komt er zo'n team. En dat komt er gewoon met een man of 25 aan zitten. Eskil Sutter was er ook bij betrokken. Nog steeds een goed maatje van me. Ja, Eskil stond echt wel bekend om goede frame bouwen. Ik moet zeggen, het frame was ook echt vanaf het eerste moment ook echt top, eerlijk gezegd. Het blok ging gewoon te vaak kapot. Je kunt wel stellen dat we gewoon ieder weekend wel aan de kant stonden. En ja, dat was het treurige van het project eigenlijk. Alle inzet was er zeer zeker. Er waren ook niet te veel vingers gewezen hier en daar. We probeerden iedereen te blijven motiveren. En we hebben een aantal hele leuke resultaten neergezet. Maar de helft van de tijd hebben we ook langs de kant gestaan. En ja, we waren nou in het begin het Fabrieks Honda team of Yamaha team die constant maar kilometers kon blijven draaien. Dus hele mooie tijd, leerzame tijd, maar na 1 jaar vond ik het ook wel gelijk welletjes. Ik dacht, dat is het ook niet. Nee. En nog een andere vraag is, als je terugkijkt op je carrière, wat is dan het mooiste circuit waar je op gereden hebt? Wat is jouw favoriete circuit eigenlijk? Nou, mijn favoriete circuit waar ik het beste uit de voeten kon, was eigenlijk Phillip Island. Daar heb ik ook nog in 2002 met de Kanemoto Fabrieks Honda ook nog op de eerste start krijgen staan. En ja, een aantal goede resultaten nog op laatst van het eind van het jaar laten zien. 4e, 5e plek. Dus dat circuit ligt me heel erg goed. Als je zegt, joh, het allermooiste circuit. Maar ja, tevens, als je dat nu gaat bekijken, ook mega gevaarlijk. Je zou er eigenlijk nu niet meer rijden. Ja. Op Michael van der Markt naar uit. Maar dat is Suzuka. Suzuka is gewoon een verschrikkelijk mooi circuit. Alleen, het voldoet niet meer echt aan de eisen van de hedendaagse Moto Grand Prix veiligheidseisen. Maar als je het over het allermoeilijkste circuit hebt ter wereld. Nou ja, Michael die kan dat blindelings ten kont rijden. Dat was echt pittig en heel mooi. Ja, ja, ja. Nou, tot slot is er nog iemand die vraagt. Je had het net zelf over dat jullie weer mogen gaan trainen. Nou, trainen Potterdijk op Emmen. Alleen die mevrouw vraagt of het goed is als ze komt kijken. Maar ik weet niet of dat wel zo'n heel goed idee is. Nou ja, op het moment worden er eigenlijk niet echt toeschouwers toegelaten. In zoverre toegelaten. Het staat gewoon op de site eigenlijk dat we verder niemand mee moeten nemen. Ik zal het dan ook niet doen. Kijk, dat er iemand uit eigen belangen komt kijken, ja, dat kan ik nooit niet verhinderen uiteraard. Dus en als je ergens langs de baan staat, zal dat ook niet het grootste probleem zijn. Maar dat is inherent ook aanstaande zondag bij de junior track. Ja, men wil gewoon zo min mogelijk mensen erbij betrekken. De paddock blijft gewoon gesloten voor de rijder met een helper. Wat ik ook kan begrijpen, het is, ja, we zijn nu helemaal, we moeten ons eigenlijk aan de regels te houden. Anders is het ook weer zo afgelopen. En dat willen we niet. We willen toch wel nieuwe profijt trekken uit wat er gezegd is. En dus kilometers maken. En daar zullen we ons eigenlijk aan houden. Prima. Ivan, hij is weer voor jou.
Ja, er komen wat dingen voorbij net. Met de MUZ bijvoorbeeld en de machine van Kanemoto. Als je terugkijkt, en dat doen we toch al best wel gauw. Dus, kan je ook kijken naar keuzes die je gemaakt hebt. Naar je beste en je slechtste keuze wat betreft carrière. Van jouzelf. Ja, ongeveer wel. Maar ja, je maakt helemaal. Ik maakte heel veel keuzes. Laat ik het daar maar op houden. Ik had niet voor niks eigenlijk. Ik had bij Xiaomi had ik een helmencontract en dat is een andere insteek. Maar daar had ik was de gambler, dus de gokker eigenlijk. Dus daar had ik het design naar gemaakt met dobbelstenen en alles. Want ik switchte nogal vrij makkelijk. Dus als ik het niet naar mijn zin had, ik switchte gewoon heel makkelijk. Ik kan heel makkelijk met mensen opschieten, maar dan moeten ze er alles voor doen ook. En ja, als ik dan het idee kreeg van joh, mij gooit met de pet naar of ik kan niet vooruitgang boeken, ja, dan zoek ik gewoon weer een nieuwe uitdaging op. En zo, ja, switch ik wel nogal vrij makkelijk door de teams heen. Maar ik heb geen vijanden of zo achtergelaten. Dat weer niet. Ik kan ook weer ergens zo terugkomen. Je probeert altijd een stap hoger op te komen. Dus ik ben van de MUZ ben ik op een gegeven moment eerst weer teruggegaan naar het team van Arie Molenaar. Van Arie ben ik eigenlijk weer doorgegaan naar het team van Kenny Roberts. En dat was ook een projectmotorfiets. Ik denk van, met die Proton, dat was het eigenlijk net niet. Maar als je nou zegt, joh, wat was de best sturende motorfiets die je ooit hebt gehad? Ja, die Proton was de best sturende fiets. Dat was ongelooflijk. Ja. Dus, was dat ook niet waarover Kenny Roberts zei dat de engine great was als een anchor for his boat? Is dat niet diezelfde motorfiets? Ja, daar komt er wel op neer eigenlijk. Dus, ik denk als je daar toen de tijd het juiste blok in had gehangen, dan had je gewoon mee kunnen doen voor een titel zelfs. Ja. Dus de technicien van het leuke van dat verhaal nog eens, is de technicien van dat project, is de grote man achter het hele Suzuki nou. Dus diegene die bouwt nog steeds. De frames van de Suzuki. Ja, hey, en als je nou dan even kijkt naar die keuzes die je gemaakt hebt, zijn er ook gewoon van dat je achteraf, nou, dat had ik gewoon niet moeten doen, of dat had ik achteraf, had ik toch beter naar Team X of naar Y of naar helmenmerk of naar een pakkenmerk of verzin maar wat anders kunnen gaan. Nee, de enige is qua motoren heb ik één keer toch wel de fout gedaan door in even kijken dat ze moet dan 2005 zijn geweest. Om bij de Supersport 600, maar dan eigenlijk met de Ducati 7,5 te gaan rijden. Ik weet niet eens wat de naam is precies meer van die motorfiets. Jij bent beter weet iemand als ik, maar ik weet het echt niet meer. Maar in ieder geval een Italiaans team was het. En beste jongens, ze hebben alles aan gedaan. 748 denk ik was dat. Ja, de 748 eigenlijk. Ja, ze hebben wel alles aan gedaan om mij comfortabel te laten voelen met de machine. Maar ik werd er gewoon geen vriendjes mee. Ik kon er niet mee rijden. En het was een 2-cilinder. Heeft een ander soort karakter als een 4-cilinder motorfiets. Ja, het stuurde gewoon te belabberd voor mij. Maar dat had meer met de banden te maken eigenlijk dan denk ik met de Ducati zelf. Iedereen was verplicht met dezelfde type banden te rijden. Alleen op de 600 fungeerden ze wel goed. Maar die 748 of wat je al zei, nou, dat ging gewoon niet. Die was een stuk zwaarder aan de voorkant. En dat werkte gewoon met de voorband niet samen. Ja, dan was de enige keuze dat ik zeg van joh. Die heb ik ook na 2-3 wedstrijden heb ik ook het contract gewoon ontbonden. Want ik voelde me eigenlijk niet vertrouwd met het materiaal. En ik had geen zin om grote brokken te maken. En ja, dat is leuker dan ook eigenlijk dat ik zeg maar een week later. En daar heb ik afgelopen week nog met Frank Ween toen zo'n video broadcast van gedaan. Ben ik nog met de MotoGP in aanraking gekomen. Omdat ik het ene contract stopte ik. En een week later zat ik alweer op een MotoGP fiets. Omdat ze een invaller zochten. Dus je gaat van een hele rare switch van je slechtste carrièrekeuze ooit, word je in één keer op een MotoGP Honda gezet. Dan denk je van, wow, hier heb ik altijd al van gedroomd. Minolta dus, Honda. Minolta? De koning van Minolta Honda. En zo raar kan het dus lopen in een week tijd eigenlijk. Van de slechtste machine ooit naar de allerbeste en allersnelste machine die ik ooit heb gereden. Laat ik maar zeggen, de allersnelste. Er is nooit niks in de buurt gekomen. Maar dat moet wel een hele aparte ervaring geweest zijn. Om dat moment, zeg maar, was volgens mij hoorde je het heel kort van tevoren dat je die wildcard kreeg. Je stapte in het vliegtuig, je ging Shanghai was het, China volgens mij. Ja. In het vliegtuig en bam, je moest aan de bak op een totaal andere machine. Dat moet wel een heel bijzonder weekend geweest zijn. Ja, dat kun je wel stellen. Op zondag verbreek je een contract. Op maandag kom je in, zeg maar, om tafel te zitten met de team-eigenaar Luca Montiron. Op dinsdag maken we het rond. Op woensdag ga ik mijn visum halen in Nederland voor naar China, want dat moest ook nog. En ik vlieg van woensdag op donderdag vlieg ik naar China toe. Ik kom daar donderdagmiddag aan. Ik zie de motorfiets nog niet eens. Vrijdagochtend stap ik de pitbox binnen, trek mijn pak aan, een nieuw pakking daar. En ik ga op de motorfiets zitten en ik ga de pitstraat uit. Ik denk, er zit geen 5 minuten tussen.
Ik heb ook geen jetlag. Ja, het was gewoon zoals het was. Dus ja. Ze zei ook niet, je hoeft ook niet geen wereldprestatie neer te zetten. Maar ja, uiteindelijk is het nog eigenlijk mijn allerbeste weekend ooit geworden ook. Dus zo raar kan het dan lopen. Maar dat zulk soort weekenden, dat is nu toch in de MotoGP onmogelijk. Dat was, in die tijd was het prachtig, maar nu, dat kan nu toch gewoon niet meer. Nou ja, als je zou zeggen van joh, een rare wedstrijd en je stopt in één keer Casey Stoner nog bij wijze van spreken op een motorfiets, dan kunnen er nog maar hele rare dingen gebeuren. Ja, voor mij was het weer. Het weer sloeg om op zondag, dus het was in één keer met bak, kwam het uit de hemel. Nee, ik was een regenrijder, dus ja. Tweede is volgens mij was je toen. Ja, in de training in de warm-up wel. In de warm-up, was zesdes. Ja. Nee, maar goed, dat bedoelde ik eigenlijk ook net te zeggen. Want kijk, nu, toen kon je met een wildcard, je stapte op en je werd 5-6. Kijk, als je nu tegenwoordig met alle huidige MotoGP-machines, ja, dan is dat bijna ondankbaar of ondenkbaar dat je een top 5 rijdt als je op donderdagmiddag op circuit komt en nog nooit eerder op zijn motor gereden hebt. Nee, dat is eigenlijk niet te doen. Er zijn tegenwoordig kleine wonderen op wielen, de machines. En er komt zoveel techniek bij kijken en alles erop en eraan en elektronica. Dat was toen eigenlijk nog niet. Je had hetzelfde aantal vermogen als wat ze nu hebben. Maar ja, die elektronica hulpmiddelen hadden we nog niet. Maar we hadden wel 260 pk en we reden wel 340. Dus het was en highsiders. Een moeilijke motorfiets. Nou en op. Dat was een veel moeilijke motorfiets dan was we nu moeten rijden. En niet die carbon remmen waar Michael van der Mark het afgelopen... Dat wel. Ja? Nee, nou, want hij vond dat het grootste verschil, zeg maar, wat hij aangaf. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja, alleen wij reden daar in de Grand Prix in de 250C ook al mee. Sinds, zeg maar goed, 293 reden we al met carbon remmen. Alleen als je altijd staal gewend bent en je gaat dan in één keer met carbon... Ja, inmiddels zijn de carbons ook al een stuk weer verbeterd. Maar ik kan me wel voorstellen, ja, eerst rem je met vier vingers en dan had je nog maar één of twee vingers nodig voor hetzelfde effect. En dat zal voor Michael zeker wel het probleem hebben gegeven, ja. Michael stapte terug op zijn superbike machine en hij dacht de eerste ronde dat hij geen remmen had, zei hij. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, ja. Oh, dan knijp je door je handen leeg. Ja. Hey, je noemt ook nogal wat teams waarvoor je gereden hebt. Jij bent nu zelf een team eigenlijk. Je bent misschien ook wel de teambaas van het team van je zoon. Wat heb je geleerd wat je nu meeneemt in dat team? Wat was het belangrijkste wat je geleerd hebt als teamlid? Ja, in zoverre, ik probeer alles eromheen zo goed mogelijk te doen, te organiseren. Ondanks dat we klein zijn en we zijn geen professioneel helemaal team, alles erop en eraan. Maar we hebben heel veel know-how. Ik heb natuurlijk meer dan 150 Grand Prix achter mijn naam staan. Ik denk mijn broer identitum ongeveer. Ja, je moet die ervaring proberen nou over te brengen op een jonge coureur. Dus die heeft in het begin ook zoiets gehad van, joh, ja, het is allemaal prima, jullie snappen er allemaal niks van en dit en dat. Maar inmiddels heeft hij natuurlijk ook wel begrepen dat wij er ook wel iets van begrijpen. En tegenwoordig is er iets meer computerwerk natuurlijk bij komen kijken. Dus ik neem hoofdzakelijk de datarecording voor mijn rekening. Nou, dat kan ik mooi in overleg doen met Peter Bom. Hè. Dus in dit geval, ja, je leert daar steeds iets meer van bij nu. En je behoedt hem eigenlijk voor de fouten, de grove fouten die wij wel hebben gemaakt. Dus probeer hem op juiste materiaal zien te krijgen, juiste bandenspannen. Eigenlijk moet hij alleen maar kunnen blijven rijden. We hebben nu inmiddels denk ik een kleine 12.000 kilometer racekilometers gedaan. En hij heeft nog nooit echt langs de kant gestaan. Dat wil zeggen, in mijn tijd stond ik iedere training stond ik onderhand van de kant. Dus vooral op die MUZ. Hij weet niet beter dat je gewoon, als je gaat rijden, blijf je rijden. Maar dat is niet heel normaal eigenlijk. Er staan ook nog regelmatig bij onze jongens veel langs de kant. En het is gewoon meters maken, constant. En kleine details, camera, doe ik heel veel mee, camerawerk. Dus op de motorfiets beelden we analyseren. Ik hoor heel vaak ook langs de juist kant van een camera. Ja, maar dat niet alleen. Juist op de motorfiets. Ik monteer heel vaak altijd een GoPro of een ander soort camera erop. Waardoor ik een soort van mee kan rijden met hem. En dat geeft mij nog meer info dan eigenlijk datarecording. Dus ik kan echt luisteren van, oh, die heb je iets te hoog. Oh, die neem je te laag. Je remt te vroeg. Of insteekmoment is net te laat of te vroeg. En dat kun je juist meenemen als je zelf mee blijft kijken. Ook. En daar heb ik als ex-coureur natuurlijk wel heel erg veel profijt van. Ten opzichte van andere, laten we zeggen, vaders of een hoofdmonteur, chefmonteur. Die wel heel goed is in het sleutelen, maar nog nooit
echt op zo'n motorfiets heeft gezeten. Maar dan heb je nu ook een Ron Hetzlam altijd met een camera lopen. Ik weet niet, even, heb jij hem de laatste tijd nog gezien? Die liep gewoon, nou ik denk nog 5 jaar geleden, liep die gewoon Leon Haslam gewoon van de zijkant met zo'n handycam. Ja, liep die gewoon nog alles te filmen om te bespreken. Maar ik weet niet of jij dat ook op die manier doet of dat dat toch echt verleden tijd is. Nou ja, nee, dat doe ik ook echt wel zo. Nee, we halen de beelden er gewoon bij. En meestal als je ook een start maakt aan het einde van de pitstraat, dan sta ik daar gewoon met de camera. We maken gewoon de video ervan. En dan kunnen we later iets meer analyseren. Dan zeg ik, oeh, je koppeling was iets te vroeg of zo. Maar hij heeft nou inmiddels tegenwoordig ook in de gaten wat die fouten doen. En ja, dan ga je stappen maken. En dat kan ik wel in een truck zien nu. Dat gaat nou met sprongen vooruit. Maar ik denk dat je nu ook wel een uitdaging hebt, Jurgen. Want Sonta, maar we hebben hier op dorp natuurlijk Colin Veijer, zijn maatje. Ik begrijp dat Colin ook wel eens in Breda is en dat die jongens onderling goed kunnen vinden. Maar ja, dat zijn wel stuiterballen natuurlijk, want die willen niks liever dan racen. En hou ze nu maar eens rustig en te zeggen van, we gaan niet racen. Nou ja, die tijd is natuurlijk heel even geweest. Nou, in het begin was het moeilijk te bevatten voor Sonta en identiteit denk ik voor Colin en de jongere garde. Van wat is er nou eigenlijk met een of ander virus? Ja, we kunnen toch gewoon rijden. En wij stonden ook op het punt om naar Spanje toe te rijden. Ik stond op het punt om vrijdags weg te rijden. Ik zei, nou, we wachten tot zaterdags. Daar praat ik over weken geleden. En toen werd alles op slot gegooid van een op de andere dag. Dus ik stond gelukkig nog in Nederland. Maar vriendjes van ons stonden al wel gewoon echt in Spanje. En noem maar op, die konden gewoon onverrichte zaken terug naar Nederland. En dat is moeilijk te bevatten op dat moment. Dat was echt even een zure appel voor mezelf en zeker voor Sonta. Hij is gewoon keihard door blijven trainen. Hij is mega fit op het moment. Hij is ook groter geworden. Dus het begint nou echt een mannetje ook te worden. En dat zal ook wel zijn vrucht afwerpen op bijvoorbeeld de motorie van de KTM met de Rebel Roots Cup. Wat hij nog aan de kleine kant was vorig jaar. Zeg ik, nou, nu is het eigenlijk ideaal. We hoeven er ook weinig gewicht meer aan te plakken. Ook niet aan de Honda, van de ETC. Dus eigenlijk zijn we er kant en klaar voor. Maar ja, nu is het maar afwachten wat dit jaar nog gaat brengen eigenlijk. Hoe kijk jij daar tegenaan dan? Hoe kijk jij daar tegenaan, Jurgen? Dat een TT afgelast is, dat de plannen zijn eind juli weer gaan racen. Ja, er is nog wel veel onzekerheid. Maar hoe kijk jij er bijvoorbeeld tegenaan tegen eind juli, start van het MotoGP seizoen? Ik zie het nog niet direct gebeuren, eerlijk gezegd. Dus alles zal afhangen van wat er globaal gaat gebeuren in de regeringen. En op dit moment staat sport gewoon echt op een plan. Ik kan het niet eens zeggen 2, 3. Je kan het niet inschatten. Dus we staan ergens in de rangschikking van de top 10. Maar absoluut niet op nummer 1. Eerst is nu de veiligheid aan de beurt. Daar moet de regering voor waken. En daar zijn ze heel erg, in mijn optiek, wel erg terughoudend mee. Maar ik denk dat je inmiddels wel een klein beetje meer aan de gang mogen. Gelukkig, de jeugd mag al aan de gang. Maar zien we dit jaar nog Grand Prix? Ik zie het persoonlijk niet zitten, wat Peter Oostmaan er straks ook al uitlegde. Zonder publiek zou ik geen evenement organiseren. Ik zou het niet doen. Dus het zijn evenementen waar juist het publiek centraal staat. Daar doe je het voor, daar rij je voor. Een voetbalwedstrijd zonder toeschouwers, het is niks meer. Het is echt, de jus is er totaal af. Dus als het aan mij ligt gaan we beginnen op het moment dat alles weer toegelaten wordt. En tot die tijd houden we onszelf maar fit. Ja. Iwan, ik weet niet, heb je het Jurgen al verteld van dat huurauto afsluit verhaal? Nee. We moeten er wel zo naartoe, want we hebben nog drie minuten. Dus ik zou zeggen, bereid hem er vast op voor. Oké, nou Jurgen, er is op Twitter is iets aan de hand dat heet Rob Mack Memories. Dat is door Rob McElney gestart. Daar doen heel veel grote namen aan mee. James Witham, Steve Parrish, tegenwoordig ook Jonathan Ray, de Loos jongens. Die vertellen verhalen over vroeger. Dat mag binnen 2 minuten en 10 seconden, want langer mag je filmpje niet zijn op Twitter. Daar zitten ook vooral huurauto-verhalen. Nou, er zitten een paar huurauto-verhalen bij. Dus wat Evert en ik nu doen, is elke keer aan het eind vragen we naar je beste / slechtste huurauto-verhaal. Oké, nou, dan heb ik er schiet er maar gelijk al eentje te binnen. Mooi, komt u maar. En die was dan, het jaartal durf ik echt niet meer te zeggen. Maar die was wel met mijn ex-teamgenoot en dan wel ook nog een Nederlander ook in dit geval. En jou hoor, daar komt hij, de teammanager van Groene Vaningen. Jarno Jansen. Jarno en ik, wij spoorden natuurlijk alle twee niet in een huurauto. Die schakelt altijd sneller, die loopt harder.
die remt later, die doet alles iets beter, zeg maar. Heeft geen onderhoud nodig. Nee, dus we hadden hem eigenlijk al aan de avond van de Grand Prix, hadden we hem eigenlijk al een keer in de ronde gegooid, net voor een tolhok, dat ik zei van Jansen, nou niet meer aan de handrem trekken, en jou, Jansen, trek nou één keer aan de handrem, en ik zit achter het stuur, en dat ding gaat nog net zo door de tolhokjes heen, zonder schade. Dus ik zei, we gaan naar het hotel, dat lukt nog net, ik zei, we pakken de koffers en we gaan snel naar het vliegveld toe, zijn we nog mooi op tijd. Nou, we komen natuurlijk bij de eerste beste rotonde aan, net voor het vliegveld, en Jansen zegt, ah, nog één keertje. Dus ik zit achter het stuur en hij trekt nog een keer aan die handrem en die auto komt vol zijdelings zo de muur in zo. Het hele wiel, de hele wiel is scheef aan. Alles piepte en kraakte aan de voorkant, bumper los. We hebben de veesnaar van de airco door moeten snijden, we hebben een ander wiel moeten monteren. We zijn er net op het vliegveld aangekomen, dat ding dat strompelde naar binnen toe. Nou, natuurlijk Arie helemaal van, wat hebben jullie nou gedaan? Oh, zeg, praat er maar niet over. Dus ze hebben hem nog ingeleverd ook, we hebben de sleutel overhandigd en we hebben er eigenlijk nooit meer van iets van gehoord. Tenzij dat Arie nog een dikke rekening heeft gekregen. Want dat was de team-eigenaar op dat moment, dus ja. Ja, ja. Prachtig. Iwan, net nog één dingetje. Er kwam net nog een vraag bij binnen en daar zijn we eigenlijk een beetje overheen gepraat. En ik denk dat we daarmee af moeten sluiten. De World Superbike in Assen die is verschoven naar augustus en er is een vraag of daar al meer over bekend is. Nou, daar is nog niet meer over bekend, als hij gaat in ieder geval niet door in augustus op de geplande datum. Dat kan simpelweg niet vanwege de beperkingen die er zijn tot 1 september. Of die na 1 september doorgaat, daar is nog geen duidelijkheid over. Dus er is nog een kans dat die in september verreden wordt, alleen... geen duidelijkheid is daar nog over. Dus daar zal binnenkort wel meer nieuws over komen. Dus niet in augustus, maar ook nog niet zeker of hij later in het seizoen nog verreden wordt. Of dat net als de TT ook volgend jaar wordt. Goed, ik denk dat we hiermee af gaan sluiten. Jurgen, super bedankt. We hebben weer bijna een uur volgekletst met ons allen. Iwan ook weer super bedankt. Kijkers, bedankt voor het kijken. Vonden jullie het leuk? Laat gerust even een berichtje achter op onze Facebookpagina of op onze YouTube-kanaal. Wij zijn er volgende week dinsdag weer samen met Iwan. Wie we te gast hebben is nog niet helemaal duidelijk, nog niet helemaal zeker. Maar we beloven, het is weer een spectaculaire naam uit de racerij. En wij gaan er alles aan doen om aanstaande dinsdag om 8:00 weer live te zijn. Dank voor het kijken. En wie weet tot volgende keer. Ciao, ciao. Ciao.